Evenepoel. Dat is een teken dat dit niveau nog een klein beetje boven het petje gaat op dit moment. Evenepoel is weg, alleen. Voilà. Allee, nu vol gas. Kom jong. Kom aan. Allee Remco. Deze jongen van 19 jaar en 190 dagen gaat de Klassica San Sebastian winnen. Aanval van Remco Evenepoel, die daar bijna zijn achterwiel zag wegslaan. Maar Evenepoel met een serieuze versnelling bovenop de Larre doet. Dit is de debatten openen op een andere manier. Luik, pasta maken, Luik, 2022. Putain, putain, c'est vachement bien. Remco Evenepoel. Met de winst in deze klassieker. Geweldige prestatie. Wow, wow, wow. Het is een Belgische koers geworden, Luik Bastenaken-Luik. Op 2 Quinten Hermans, op 3 Wout van Aert. Ah, mooi. Maar ja, in koersen als vandaag is de eerste plek belangrijk. Ik ben heel blij dat ik die kan pakken vandaag.